Hey Shorttakes, een paar kleine tips voor houtskool. Eerst even iets over de manier waarop je het houtskool vasthoudt, want je hebt waarschijnlijk geleerd om het zo vast te houden. En dat is goed, niks mis mee, maar persoonlijk hou ik het zelf liever vast zoals een gewone pen. Mijn voorkeur, jij moet zelf kijken wat jij het fijnste vindt. Ik begin meestal met een potloodschets. Dat tekent heel licht en schetst heel makkelijk. Plus dat gum je makkelijker uit. Ik vind het fijn. Je hoeft het niet te doen. Voor de rest gebruik ik kneedgum. Altijd heel fijn. Kan je een mooi puntje van maken. En dan kan je heel precies uitgummen. Houtskool, natuurlijk. En fixeerspray, want houtskool dat gaat overal zitten en dat plakt overal aan. Vandaar dat je het aan het einde altijd gewoon vastzet met fixeerspray. Nou zul je merken dat je punt een klein beetje bord wordt na een tijdje. Dan kan je twee dingen doen. Of je draait je houtskool een klein beetje, dat je weer aan de scherpe kant zit. Of je gaat gewoon zo lang door dat de bottenkant weer een scherpe kant wordt. En mocht je dan willen dat die scherpe kant scherp blijft, maar je hebt toch een grote lijn nodig, dan gebruik je gewoon de achterkant. Het is trouwens ook heel belangrijk om te onthouden dat je niet alleen met houtskool erbij kan schilderen, dat je het alleen maar donkerder maakt, maar dat je ook kan weghalen met je gum, dat je dingen weer lichter kan maken. Zo kan je bijvoorbeeld accenten ergens in tekenen. Zo. En uiteindelijk moet je gewoon niet bang zijn om wat regels te breken, om iets moois te maken. Oké, dat was het. Hopelijk heb je er wat aan gehad. Hopelijk vond je het leuk. En misschien kan ik je vaker helpen.